Heeft Angelique ook al pannenkoek gegeten? Ja. Echt? Ja. En vond je het lekker? Ja. Ja? Is echt fucking lekker. Dus als je lekker op dinsdag komt en je neemt ze voorgerecht. Nee, je... Ja toch, onze chops. Zo lekker aan die Eskie man. Ik te pakken. Niet opdrinken. Hier, er zit nog iets in hoor. Snake is right in front of you. Mensen, ik weet niet of dit een nieuwe video is of niet, maar ik ben aan het facetimen met Sap. It was Sap. It was Sap. En ik heb dit van Benefit gekregen. Echt, echt tof. Ik weet niet of... Hou je bek! Ik heb hier dingen voor je wenkbrauw. Een soort van highlighter of zo. Hoela heet het. Ja, ik ken het niet. Maar oké, okay, ja, ik en Sap zitten nu even te kijken of we iets gaan doen. Maar we komen er niet uit. Oh, ik word gebeld, mijn broertje. Hallo, stik. Oh. Niks. Hoi iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier met de enige echte. Oh, je bent niet met mij. Oké, we alleen. Ik kan gewoon toevallig hier zitten en nu opeens word ik. Nee, jij wou heel graag met mij chillen. Ze kwam gisteren in mijn live praten, helemaal blij. De volgende dag gaan ze onderzoeken. En we zijn het beste matties. Jij bent gewoon een lijpe fan, je bent stalker. Ik heb haar aan het tune laten horen. Ze heeft me gevraagd om erin te spelen, mooie jongens spelen. Oké, ja, laat maar zitten hoor. Maar jij vlogt ook toch? Ja man, ik vlog ook, maar ik ben er niet zo serieus mee bezig als jij dat doet denk ik. Ja, ik ben ook niet echt serieus hoor. Ik probeer wel een uploadschema aan te houden, maar ik ben te laks ermee ofzo. Sorry iedereen. Ik heb een vlog gepost, maar ik heb nog niet eens gemaakt. En ik ga vanavond ga ik wel chillen met geen lachen. Maak dan gewoon een Q&A ofzo. Ja, ga je met mij Q&A doen? Ja hoor, als je het wilt. Q&A met Monica. Ik weet niet wanneer. Soon. Maar dan ga ik ook van die challenge doen, die Chubby Bunny challenge. Ik heb dus vorige week heb ik Spicy Noodle Challenge gedaan. Nou, ik kwam echt mijn neus uit. Gewoon. Spicy Noodle? Spicy Noodle Challenge, ken je dat niet? Die hele hete noodles. Kan je het echt peper? Zo. Ja. Ik hou van pittige dames. Pittige dames, ik hou van pittige eten, pittige dames. Gadverdamme zeg. Pittige dames gaat, maar alles is te vies voor mij. Dus je wilt een kort pittig kapsel? Ja, maar lekker kort. Nee, maar dus, met een pittige dame bedoel je zeg maar gewoon iemand die je gewoon schreeuwt en zo. Ja, gewoon een beetje aanpakken. De shot van SM. Hi iedereen, ik ben net terug voor opnames. Ik ben nu op Angelique aan het passen. Ik wil graag een Q&A met Angelique doen, maar ik denk dat ze nog net iets te klein is om dat te begrijpen. De vraag, zeg maar. Hey. Zeg eens hallo iedereen. Hallo, 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 hallo. When you are extra, wow. Zeg eens hallo iedereen. Hallo iedereen. Hey. Gekkie. Hallo. Oké, kom terug jij. Wat ben je aan het doen op de telefoon? Hey. Wat ben je aan het doen? Kijk, wat ben je aan het doen? Mijn Snapchat helemaal aan het verneuken? Verpesten? Kijk hier, je tand kwam er tegenaan, hè? Doet pijn, hè? Doet pijn, hè? Maar zeg dan even, Angelique, wat ben je aan het doen? En dan reageert ze niet echt een light skin. Zeg dan. Hey. Hey. Ah. Ja, dus vandaag ga ik voor de rest echt niks meer doen. Ik heb gewoon tot dinsdag vrij. Het is vandaag zaterdag. Dus ja, even lekker chillaxen, man. Maken van Nijntje. Hoi iedereen, ik ben Nijntje en ik ga jullie nu brengen naar Angelique toe. Kom maar mee. Oké, we staan hier naast Angelique en Nijntje en Schaap. Hallo Nijntje, Schaap en Angelique. Hallo, hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Winkelen voor
poffertjes? Maar jullie hadden toch net poffertjes en pannenkoek gemaakt? Ze gaan nu eventjes pannenkoeken halen voor ons. Hé, hey, ik heb er wel. Ik heb echt honger. En ik heb een poffertje. Echt, zo snel zijn ze al klaar. Pannenkoeken voor jou. Ik voor jou. Lekker. Heeft Angelique ook een pannenkoek gegeten? Ja. Echt? Ja. En vond je het lekker? Ja. Waar smaakt het naar? Ik heb ook een poffertje gegeten hoor. Oh, mag dat wel van mama? Ja. Heb je dat aan mama gevraagd? Ja. Oké, okay. Dan is het goed. Zeg maar doei iedereen. Doei. Doei schaap. Doei. Ik ga je missen met mijn water. Doei. Ik kijk dus tv. En nu helpt Dora Zwieber. Keep your enemies close. Nee, keep your friends close, but your enemies closer. Besef, hij wil daar altijd gewoon bestelen en shit. En nu staan ze zo dicht bij elkaar. Hoe kan je zo zijn, Dora? Hallo? Snake is right in front of you. Yo mensen, we zitten in de auto van Ros. I'm the driver like always, you know. En we gaan naar Bobbejaanland. Hier achter me zit, mag ik je filmen? Het zusje van Abby. Hoi. En hoe heet je? Gael. Oh god, echt een mooie naam. Ik wou vroeger ook zo'n mooie naam. En toen kreeg ik de naam Vonneke. Vonneke. Jij neemt wie wil druiven? Hier mama. Druiven of drijven? Drijven. Nee, druiven. Oh, ik dacht, wie wil te drijven? Dit is geen optie om te drijven verder hoor. Er zijn geen andere opties verder meer. Oh, Chanel kan niet rijden. Helemaal wel. Helemaal wel. Chanel kan wel rijden. Ze kan niet gasten. Rijden. Ga jij hier ook? Oeps. Oh, sorry. Oh, ja. Wil iemand nee. Drijven? Oh ja, hier is het. Nee, ik eet watermeloen. Watermeloen. Mag ik eerst? Ja. Watermeloen. Ik ga even een foto maken. Ja. Ik heb het heet. Ik heb het echt tegen elkaar geplakt. Nou, gezellig in een ding dat alleen maar hier rondjes rijdt. We zagen dus net een foto van verboden voor honden, maar het leek op een paard. Dus ik zei verboden voor paarden. Zij vonden dus een hond. Ja, echt mooi verhaal hè. Oké, doei. Oké, nou, we zijn nu, hoe heet het hier? Ik zou het echt voor ons zeggen. Er waren wel korse dood. Dat klinkt echt als een bar. Mensen bij de Korsendonk. Korsendonk, ik weet niet, ergens in België. We zijn nu aan het eten. Oh nee, we zijn nog niet aan het eten. We zijn aan het kijken wat we gaan eten. Wat we gaan eten. Ja, weten jullie al wat jullie gaan nemen? Nee, ik zou twijfelen tussen misschien gewoon een patatje of een salade. Salade, altijd gezond. Ik wou dat ik die mindset had, maar ja, ik moet nog even verwerken. Yo mensen, ik ben hier met Onnedi. We hebben net vriendendienst opgenomen. En het zat. Bro, we moesten gewoon liften met, zeg maar, we moesten onze kijkers aansporen om ons te helpen. Met liften en zo. Iemand van mijn live moest een banaan komen brengen naar Den Haag Centraal. Bro, en we hebben net dit gewoon. Ik voel mijn armen niet meer. Jij hebt daar, jij zat er gewoon helemaal bovenin, joh. Ja, maar ik ging stoppen, hè. Ik ging stoppen, zei ik wil niet meer. TV, je bent erbij. En toen dacht ik, weet je, toen voelde ik die winnaars, overwinnaars, dinges. Toen klimmen. Ja, weet je, op de helft denk je nog van, oh, dat kan nog wel. Maar dan ga je verder. Ja, hé, gekke armpijn, hè. Maar weet je. Nou, mensen. Ik ben hier met. Oh, mag je wel filmen? Ik film je zomaar. Ja, oké, dit moeten jullie echt horen. Oké. We gingen dus naar Lutje en hij zei ik wil water. En meestal krijg ik gewoon chocolaten en zo. Dus hij zei een flesje water of een kraanwater. Maar ik vind het gewoon een beetje raar dat als je in een restaurant bent en ik krijg het gewoon in de vaas. In de vaas.
Ja, dankjewel. Ja, nee, ik vind het gewoon, ik vind het wel grappig. Gewoon, hij zei van, ik zei van, kraanwater. Toen van, ja, ik heb nu al een flesje gezet, dus moet ik het even weggaan. Ik zei, ja, doe mijn kraanwater. Je zei, dat is goedkoper. Dus ik neem aan dat het gratis is. Ze zei echt zo, nee, zo van, hou je bek. Ik ga mezelf afvoeren. Oké, mensen, ik ga mijn been haar laseren. Ik ben helemaal ingesmeerd. Oh, zie je nou mijn been? Oké, ja. Ja, ik ga mijn been laseren. Wacht, ik ben bang, hè? Als al die eerste modellen het kunnen, moet ik het toch ook kunnen. Nee, ik ben bang. Doet het pijn? Ik ga het steeds pijn hebben. Oké. Oké. Kan je niet onder beginnen? Ja, nee, onder. Wacht, oké. Okay. Ik zal hem aandoen, wacht. Doe hem aan. Oh, ja, nee. Wat voel je? Beetje warm. Warm, nee. Warm. Wat is het niet? Maar waar doet het wel pijn? Want jij zei het wel pijn. Waar doet het pijn? Wie? Ik zei dat? Oh, nee, zei. Bij je pijn. Wat bij je poenie? Pijn. Ja, ik wil ook echt helemaal snorren. Maar is het niet raar dat zit iemand gewoon gehurkt voor je? Gewoon in een. Ik ga gewoon zijn. Blijf daar. De mensen, dik. Oh! Kan je me even pakken? Thanks. Oké. Okay. Shout naar Sharona. Ze ging gisteren de sigaretten halen. Nee, mensen, ik rook niet. Maar. Oh, wacht, ik moet even scherp stellen. Wacht even. Dit duurt altijd tering lang. Dus. We zaten in de auto en toen zagen we deze foto. En toen zei ze opeens: When the pussy is bomb. Ik ga stuk. Dus nu gaan we straks naar het tankstation. En dan gaat ze vragen van, ja, mag ik het pakketje met de ontplofte vagina erop? Ik ga stuk. Maar ga je het echt doen? Ja. Ja, die valt ook echt niet op of zo, hè? Oké, we zijn nu mijn billen aan, oh nee, mijn benen aan het laseren. Deze andere die mij de film zegt, nu op camera. Ja, gewoon hoe ik die camera al in de face heb. Ik ben er weer. Ik zal live van dichtbij de film zeggen, nu op camera. Oké, maar ik ben het. Wat? Ik denk dat jouw lach van schrappig goed is, dat ik wel hier heb. Ja, dat weet ik. Ik voel constant het leven hier. Ik ben dus nu. Ik voel me 30. Oh ja. Dat was één keer. Ik heb mijn haar ontlezen. Ontlezen worden. En daarna is het klaar. Ik dacht wel dat het meer pijn deed. Dat je echt zo die prikkel voelt, zeg maar. Maar het is wel gewoon lekker zo. Lekker warm. Lekker heerlijk warm. Vrijdag gaan we nu. Wat? Oké. Yo mensen, we zijn bij Kandinsky. Dit is de nieuwe locatie. Dinges. Weet je al wat je gaat nemen? Ik heb die hele kaart niet in mijn handen gehad omdat jij het in je handen. Oh, daar is toch één? Gezeik van je. Met je oerknalpoenie. Baarmoederknal. Baarmoeder oerknal. Maak ook voor mij een eentje. Hi, Mojito Live. Wat? En mij. Je moet even wat voor mij. Ja, ja, ik ga het snappen, ja zeker. Zeg je nou van de Mountains 2400? You know this mojitos from the Mountains 2480 meters. Waarom praat je opeens Engels? Het is mijn Engels. Ik spreek alleen Engels. Oké. Oké, dit is ons brood met smeersels. Wat zeg, waar zijn de lumpia's? Nee, waar zijn dit de lumpia's? Oh, dit, nice. Oké, dit is een hele andere soort lumpia op een andere niveau. Lumpia op een andere niveau. Nee, voor de lumpia. Oké, mensen, we zijn nu bij Kandinsky. We krijgen lumpia's en lumpia ziet er zo uit. Ik pray voor lumpia. Ik pray voor lumpia. Hé, maar deze lumpia is echt fucking lekker. Dus als je naar Kandinsky komt en je neemt voorgerecht. Nee, je. Ja, toch, onze jobs. Shout out naar Kandinsky, man. Het adres en alle informatie waar ik vandaag geweest ben, staat in de beschrijving. Dus check dat voordat jullie allemaal vragen gaan stellen. Want jullie zijn te lui om te lezen. Ik heb het jullie door. Kijk eens dus in de beschrijving: adres, Insta, alles. Oké, ik ga even lekker chappen, joh.
Nou, dat was een spectaculaire show, zeg. Theetje van het huis. Thee van het huis. En het is niet zomaar een theetje. Het is een thee van de mantels met lekkere honing. Van de bergen. Dus je moet wel een beetje goed roeren. Het reinigt jouw hele lichaam. Nice. Ja, mijn lichaam is echt vies van binnen. Hey. Mag ik een beetje van jou drinken? Nee. Waarom niet? Nee. Mag ik een slokje? Alsjeblieft. Nee. Ik mag mijn telefoon terug. Nee, ik mag geen slokje van jou drinken, dus. Dankjewel, alsjeblieft. Het was te lui om op te staan en drinken te pakken. Niet opdrinken. Hier, er zit nog iets in hoor. Gierigaard. Krijg jij mijn telefoon terug? Nee. Oké, ik ga straks naar Ros toe. Even mijn haar fixen voor mijn clip. Die is... gaan we volgende week volgens mij schieten. Yo mensen, ik ben hier met Chanel. En we gaan even snel in Almere stad. Gaan we even wat eten. En ja, dan is deze vlog alweer voorbij, guys. Vind je het ook zo jammer? Ik heb echt honger, man. Ik ga bij Ida eten. Ik ben al een half jaar aan het zeuren dat ik zeg maar bij nieuwe plekken wil eten. En nog steeds blijf ik maar naar dezelfde dingen gaan. Fuji House, Ida en Breed in Almere. Elke keer. We kunnen wel wat anders zoeken. Gewoon Ja, maar dan ben ik weer bang dat het vies is. Weet je toch? Dat is zeg maar als je geen honger hebt, dan kan je kijken. Nou, we gaan dus naar Ida. Ik ga jullie straks laten zien wat we gaan eten. Inshallah. Er is een vogel op de gepoest. Alleen bij jou kan dit, hè? Wat verdomme. We zijn lekker bij Ida aan het eten. Lekker sushi, lekker lumpia, lekker Oda mama en zo. Patatas. Nou. Dank dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat in de comments weten wat voor soort video's jullie nog meer van mij willen zien. Au. Dank jullie, jaar weer.